Het college van burgemeester en wethouders gaat het mogelijk maken dat erfpacht afgekocht kan worden. Hiermee komt een eind aan een jarenlange strijd in de gemeenteraad. Frank de Vries, de vorige wethouder, wilde eerder een motie van de raad die afkoop van erfpacht mogelijk maken, niet uitvoeren. Het nieuwe college ziet het anders. Bij erfpacht blijft de grond onder een woning of gebouw van de gemeente of woningcorporatie. Alleen de bebouwing is dan van de pachter. Nu wordt het dus mogelijk om ook de grond in eigendom te krijgen. Het college heeft bedacht dat we twee dingen gaan doen. We zeggen aan de ene kant, erfpacht blijft een instrument wat van belang is om bijvoorbeeld nieuwbouw mogelijk te maken of op hele bijzondere locaties de zaak te beschermen. Tegelijkertijd constateren we dat er een heleboel bestaande erfpachtsituaties zijn waarbij het vanuit een gemeentelijk belang eigenlijk niet nodig is om dat zo te houden. En daarvoor geven de mensen de mogelijkheid om die erfpacht af te kopen. Het probleem voor de pachter is natuurlijk, wat gaat die grond dan kosten? Dat is een hele goede vraag hoe we dat moeten gaan doen. Dat is ook niet zo makkelijk. Daar gaan we ook de komende tijd aan werken. Daar gaan we ook een methode voor bedenken. Er moeten ook allerlei modellen bedacht worden van op wat voor manier wij een aanbod aan die mensen kunnen doen. Waardoor ze er vervolgens het kunnen afkopen. Het is ook vrijwillig, mensen hoeven dat natuurlijk niet te doen. Maar daar zullen we de komende tijd aan werken. En direct na de zomer zullen we met een soort uitvoeringsvoorstel komen. En dat betekent dat we nog dit jaar de eerste mensen een aanbieding kunnen doen. De operatie gaat de gemeente op langere termijn geld kosten. Het kost behoorlijk wat uitvoering. Dus we zullen de komende tijd, we moeten een plan maken. We zullen met de bewoners die belangstelling hebben om het af te kopen, zullen we gesprekken moeten gaan voeren. Het kost heel veel uitvoeringskosten, dus dat kost geld. Daar staat tegenover dat op het moment dat er erfpacht wordt afgekocht, dat ons dat op korte termijn wel veel geld oplevert. Maar op lange termijn gaat het weer geld kosten, omdat je dan die kanon niet meer krijgt. Dus per saldo gaat het denk ik de gemeente geld kosten, maar dat is dan wel over een lange periode. De politieke strijd over de erfpacht speelt al meer dan 20 jaar. We hebben geprobeerd een beetje midden te vinden in die nogal scherpe discussie die in de gemeenteraad gevoerd werd. Je zag partijen die zeiden erfpacht is een slecht instrument. Aan de andere kant had je partijen die zeiden van nou, erfpacht moet blijven zoals het is. En we hebben gezegd erfpacht is een prima instrument. En tegelijkertijd die bestaande situatie waar wij als gemeente geen nut van zien om dat voor te zetten. Daarvan geven we de mensen de mogelijkheid om het af te kopen. Dus ik denk dat we op die manier een mooi eind hebben gemaakt aan die twist.